Ja, niet zo heel lang meer. Als alles doorgaat, zal dat 2017, halfweg 2018 gebeurd zijn. Nou, dat heeft in eerste instantie met subsidie te maken, maar het is eigenlijk gekomen door een verschil van mening wat wij hebben tussen de taken en werkzaamheden, zeg maar de bevoegdheden die een wijkplatform Almelo heeft en hoe de gemeente Almelo daar tegenaan kijkt. En dat heeft dan te maken met autonomiteit. Ben je als wijkorganisatie zelfstandig, kun je zelf bepalen wat voor onderwerpen je aan de orde stelt. Of kun je dat niet, of laat je je bepalen door de gemeente dat die voorschrijft waar wij ons wel mee of niet zouden kunnen bemoeien. Nou, we hebben inderdaad gesproken, ik, wethouder, de stadsdeelcoördinator en vertegenwoordigers van het platform. Volgens mij was het een goed gesprek, verhelderend gesprek. Het platform heeft aangegeven dat ze zich specifiek wil richten op een aantal thema's in de binnenstad rondom infrastructuur, parkeren, vormen van overlast. Terwijl de behoefte van de gemeente ook is om met bewoners van wijken in gesprek te zijn over andere thema's. En de slotconclusie was, nou, als het platform zich daar niet voor wilde inzetten, zichzelf ook niet voor geschikt acht, dan gaat de gemeente op zoek naar andere platforms in de wijk van bewoners die zich wel op bijvoorbeeld sociale terreinen ook willen manifesteren. Nou, er zijn niet zo heel veel organisaties die zeg maar de bewoners behartigen. Er zijn natuurlijk de middenstand heeft een eigen organisatie. Maar als bewonersorganisaties zijn wij de enige zeg maar als platform. Wij zouden dan niet meer, doordat we niet meer de belangen van de binnenstadbewoners behartigen, zouden we ook niet meer vanuit de gemeente zeg maar als groep te boek staan als de belangenbehartiger voor de gemeente. En we zouden dan nu een zogenaamde kritische vriendengroep moeten zijn die nog wel een bepaald onderwerp is eenmaal doorneemt en bekijkt en dat nog eens eenmaal met de gemeente communiceert. Maar daar draait bij ons ook het probleem. Ja, we hebben natuurlijk een gesprek gehad. Hè. Ze krijgen een hele bescheiden kleine subsidie. En daarvan hebben we gezegd van dan vormen we het om. Hè. Als u zichzelf niet in een heel brede scope ziet als vertegenwoordigers van de inwoners van de binnenstad, omdat er thema's zijn waar u echt niet meer uit de voeten kan, dan gaan we dat op een andere manier organiseren in de binnenstad. Dat betekent ook dat u eigenlijk een groep kritische vrienden wordt van de gemeente. En u bent ten alle tijde welkom in dit huis om zaken aan te dragen en bespreekbaar te maken. Maar die kleine subsidie bouwen we dan ook in een redelijke termijn van 2 jaar gewoon af naar nul. Het probleem om. Het gaat ons niet eens zozeer om die paar cent subsidie die we op jaarbasis krijgen. Iets van 780 of 790 euro, dat zet geen zooi aan de dijk. Maar het gaat met name om de regeling dat je als partij, zeg maar als bewonersplatform, betrokken bent bij beleid van de gemeente Almelo. En dat staat nu ook op het spel dus. En dat vinden we het meest trieste van het hele verhaal. 30 jaar lang. Continu zeg maar, bezig geweest om de belangen van de burgers te behartigen. Niet alleen kritiek hebben op plannen die er gemaakt zijn, maar ook proberen alternatieven aan te dragen en dat soort dingen. En ik heb het idee dat door de ambtenarij en door de politiek zeer prima wordt gevonden. En die weten we dan ook te benaderen als er problemen zijn. En er komt nog bij, dat hebben we even nagetrokken, dat wij de eerste zijn die nu met dit probleem geconfronteerd worden. Ik heb een belrondje gedaan onder andere wijkcommissies en huurders of bewonerscommissies. En daar is nog niets van bekend dat het op deze manier geregeld gaat worden. Dat kan ik niet zo beoordelen. Hè, want die wijken vallen onder mijn collega's. Het centrum valt onder mij. En ik heb het goede gesprek met ze gehad. Over hun wensen en over hun mogelijkheden. En we hebben ook gesprek gehad over de wensen van de gemeente, van hoe zien wij inwonersparticipatie eigenlijk in de verbrede scope. En we zijn tot slotsom gekomen, en dat was wel gemeenschappelijk, hè, met die conclusies zijn we de deur uitgelopen, dat we het op een andere manier gaan regelen. En dat de verhouding tot elkaar ook een andere wordt. Dat komt waarschijnlijk nog, ja, dat neemt natuurlijk ook nog wel de nodige kritiek naar de gemeente en naar de politiek toe. Maar goed, dan moeten we dus even afwachten. Nou, dat hoeft niet. Hè. Dat hoeft niet. Ik kan mij voorstellen dat er in andere wijken op een andere manier bereidheid wordt getoond om die samenwerking met de gemeente ook in een verbrede scope vorm en inhoud te geven. Dus ik kan niet zeggen dat dit model moet gaan staan voor de overige wijken van Almelo.